never. Het gedicht van de dag. Hoi, Piepelooi. Ja, ik dacht, vandaag speel ik het safe. Ik heb dus gewoon een saai grijs t-shirtje aangetrokken. Hè? En dus geen gezeik. Maar, aangezien dit een literair kanaal is, kan ik het toch niet laten om even te refereren aan 50 Shades of Grey. Jullie kennen die roman toch? Nee? Nou, dat was een internationale bestseller. Anyway, het gedicht dat ik vandaag met heel veel liefde voor jullie heb neergepend, heeft als toepasselijke titel Onleesbaar gekrabbel. Olle bomma, schold hij in het ijlen. Schrijven is immers geen sinecure voor hem. Laat staan een gedicht opstellen. Geef dat blad eens hier. Klonk het vervolgens net iets te overmoedig? Ach, het enige wat de stumpert uit de mouw wist te schudden was onleesbaar gekrabbel.